Als klein meisje was ze bleek en stil. Sloom, zei de buurvrouw. Maar haar moeder begreep er wel. Die was net zo geweest, vader niet. Vader was vrolijk en luid. Die hield van moppen vertellen en mensen voor de gek houden. Zijn mooiste dag van het jaar was 1 april. Dan fopte hij naar hartelust en lachte dreunend als ze in zijn vallen liepen. Die Sinterklaas vergeet ze niet gauw. Het grote ouderwetse huis waarin ze als klein meisje woonde scheen geschapen voor het feest. Was een open haard in de huiskamer met zo'n schouw waarin de pijp naar het dak uitkwam. Een ideale plaats om je schoen mee neer te zetten. Die avond, het was begin december, had het meisje bij de schoorsteen gezongen. Toen ze op weg was naar bed, hoorde ze de stem van haar vader, die riep: kom eens gauw helpen. Ze ijlde terug naar de kamer en vroeg: wat is er? Ik heb die ouwe bij zijn poot, riep die. Bij het vuur stond die uit alle macht trekkend aan een been dat uit de schouw kwam. Help nou eens, riep die. Hij had een rood hoofd van inspanning, maar het kind stond als verlamd van schrik en zag hem achterover tuimelen met een hoge laars in zijn hand. Hij is me ontsnapt, hijgde die en overend krabbelend, maar zijn schoen heb ik. Die geef ik niet meer terug. Dat mag niet, zei het meisje. Nou is Sinterklaas heel boos op u. Misschien komt u wel halen vannacht. Oh, ik ben helemaal niet bang hoor, riep de vader. Hij was een liefhebber van grappen, dat zei ik al. Rillend van angst vluchtte het kind naar de slaapkamer en kroop in bed. Haar moeder kwam en zag meteen dat er iets aan de hand was. Wat scheelt je? Vroeg ze en het kind vertelde hoe vader de woede van Sinterklaas had getrotseerd. Somber luisterde de vrouw naar het verhaal. Toen zei ze: wees maar niet bang hoor. Vader maakte maar een grapje. Maar als Sinterklaas nou kwaad is... De echte Sinterklaas is al lang dood, zei de moeder. Die bestaat niet meer. Al die Sinterklaasen en Pieten die je nu ziet zijn verklede mannen. Oh, dus alleen het paard was echt, zei het meisje. Het was een hele brok om zo ineens door te slikken. En de ooievaar, vroeg ze, die vind ik zo griezelig. Pa zegt dat ik tegen de kuiten van de ooievaar hing. Dat is ook maar een grapje, antwoordde de moeder, die in één moeite door schoon schip wilde maken. De ooievaar, die brengt de kinderen niet. Jij komt gewoon van mij. O, zei het meisje. Ze kreeg een nachtzoen op haar bleek, peinzend gezichtje. De moeder liep naar de deur. Zeg, mam, vroeg het meisje. Ja. En God, bestaat die ook niet echt? Klonk het voorzichtig. God bestaat echt, zei de moeder. En ze doofde het licht.